De hoge werkdruk in Lent geeft omwonenden en de gemeente al sinds 2002 kopzorgen. In die periode werd er al een plan ontworpen voor de zogenaamde Dorpensingel Oost. Deze weg zou de Ovatonde op de N325 ten noorden van Lent moeten verbinden met de Zandse straat die van Bemmel naar Lent loopt. Dit zou de verkeersdruk in Lent moeten verlichten. Tot op heden blijft het echter bij plannen, omdat de gemeente Nijmegen en Lingewaard ruim 2 miljoen euro tekortkomen voor de financiering. Eerder ving men al bot bij de provincie Gelderland. Nu stelt VVD-statenlid Frederik Peters dat er wel degelijk mogelijkheden zijn voor een bijdrage van de provincie. Maar dan moeten de gemeenten Nijmegen en Lingewaard samen met één verhaal komen.